Een dramatische vlog over hoe het echt is om op de eilanden te staan. Het is 6:15, ik ben wakker. We gaan even naar de ontbijtsituatie, want ik ga niet meer ontbijten. Ik ga het maken in een bakje en ik neem hem mee. Nog niet eerder hadden we zoveel en ook zoveel goede kledingstukken. We waren goed voorbereid met een eigen kledingrek, een grote hoekraam, lekker duur besteld. We hadden een fantastische eihallen-attitude. Ik had echt verwacht dat dit keer eilen een groot succes zouden worden. En dat ik echt knallend rijk naar huis zou knallen. En ik weet niet of het superhete weer was en dat de mensen te uitgeput waren om door de kleren te zoeken en die kleren dan ook te kopen en dat soort dingen. Of dat het kwam omdat we al onze eigen spullen wilden houden. Maar ik denk toch dat het door de plek kwam waar we uiteindelijk geplaatst waren. Namelijk helemaal ver weg in een hoekje. Nou, de verkoop wilde niet vlotten. Super triest. We moeten de volgende keer echt, denk ik, de organisatie omkopen voor een betere plek. Dus als jullie daar ervaring mee hebben, please DM me. Want dit kan zo niet langer. Als je de kosten voor het huren van de kraam en het wisselgeld wat ik eerder al mee had genomen aftrekt, heeft het me uiteindelijk €50 en een verbrande huid opgeleverd. Een pluspunt, ik heb wel een hele leuke jas voor Dick gevonden. Ik vind hem heel erg leuk.